zijn op basisschool de Atlantis en ik ga op bezoek in groep 8. Zij hebben namelijk meegezongen op Bladibla. Denk eens na bij wat. Jullie zijn al 50.000 keer beluisterd, wist je het? Ja, hartstikke goed bezig. Oké, we zijn technisch aan het lezen. Hij is verantwoordelijk voor de requisite, de wat? Zullen we het gewoon nog één keer doen om het af te leren? Ja, maar dat meisje wil handtekenen. Nee. Maar, ja, natuurlijk wel, sweetie. 5 euro. Zometeen krijgen jullie allemaal een handtekening. Ja! Alright, well, let's do it. Het is net een kind of 20 hier. Maar dan met wel leuke kinderen. Zo. Halsbrekende toeren. Oké, daar komt ie. Larisa, jij bent sterk, de zon is ver, kom op en ga. Larisa, ze mag wat vaker. Larisa, Larisa. Yay, applaus voor je. Larisa. Leuk, ik hou van raar. Auto's zijn toch leuk? Die wil ik hebben. Zo, nou even kijken, Artepoester, of je het glazen muiltje kwijt. Ik heb ook geen. Dan gaan we even naar de gang. Ja, nou, heb je een keer links? Nee. Als je dus mooi op hakken loopt, dan liggen ze aan je voeten, echt waar. Aan je enorme leuke poetelige voetjes. Nou, dan maar goed, dat maakt niet uit. Dus je zet eerst je teen neer. En als je dat dus een paar keer geoefend hebt, dan kun je er dus steeds makkelijker. Ga je op een gegeven moment lopen gewoon dat. En zeg je, sweetie, the street is my catwalk. Woo! Yeah! Je kan nooit meer slapen. Dat beter werd je nooit meer van de Netflix. Sweetie, sweetie. En Katharina Amalia, zo heet onze kroonprinses ook, die gaat het nu voordoen wat ze net heeft geleerd. En daar gaat hij. Oh. Nou, prachtig. Applaus voor Katharina. Hartstikke goed, Katharina. Heb je een echte titel of nep? Nou ja, voel maar. Nou, en? Wat denk je? Ik denk dat het echte zijn. Ja, ze zijn niet van echt te onderscheiden, maar ze zijn natuurlijk nep. Want ik zeg altijd maar zo, fake it till you make it. Maar je hebt toch 2 kinderen? Yes! Ik weet alleen niet waar die uitgekomen zijn, maar goed, dat maakt niet uit. Volgens mij hebben we biologieles later op de dag. Nee, we hebben... Hebben jullie al gehad? Ja. Oh, hebben jullie het ook al over de bloemetjes en de bijtjes gehad? Ja, groep 6. Oh, groep 6 al. Ja, je kunt er niet vroeg genoeg bij beginnen natuurlijk. Hey, sweeties. Nou, hele fijne dag nog. En blijf kijken, hè, want we gaan hem gewoon stoppen naar de 100.000. Dan komt er wel nog een handtekening. Ja. Wie heeft er een goede stip? Komt ie nog goed?